allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en wij zijn nog steeds in het huis van mijn ouders. Wij hebben zometeen iets heel leuks, want we hebben tv-opnames, echt mega tof. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het is in ieder geval voor koffietijd en we gaan mijn zusje verrassen. Dus ik dacht, ik ga jullie een klein beetje meenemen, het komt ook op tv, dus jullie kunnen het daar natuurlijk ook terugzien. En ik dacht, het is gezellig als ik jullie een klein beetje meeneem. Het is inmiddels 4:15 en ze zouden hier met de cameraploeg tussen 4:30 en 5 zijn. Dus ik ben best een beetje zenuwachtig. Maar ik denk wel dat het goed gaat komen. Maar jij houdt wel heel erg van theater. Ja. Waar komt die passie vandaan? Nou ja, ik denk wij gingen vroeger. We zitten inmiddels op het terras in Utrecht, jongens. Mijn zusje was helemaal verrast. Echt super leuk. Robin heeft een klein stukje gefilmd tijdens de opnames bij ons thuis. Maar nu zitten we dus tegenover de Schouwburg in Utrecht op het terras. En we gaan even lekker eten. En dan gaan we straks naar de musical. Het is er. Ik heb een carpaccio. We hebben frietjes. En Rosita heeft een hele lekkere pizza. En die gaan we delen. Die moet ze delen. Kijk even hoe kruisen, jongens. We zijn zo uit bed gekomen. Mijn zusje is om 10:00 hier naar mijn ouders toe gekomen, want we zijn nog steeds bij mijn ouders. Het is vrijdag. Hoe laat is het eigenlijk? Ik denk dat het al geland zijn, of niet? Ja. Ik zit er maar bij haar, want wij zijn echt een groot schoonmaak aan het houden hier. En nou is mama natuurlijk wel hartstikke netjes, maar ik dacht het is gewoon fijn om in een spik en span schoon huis thuis te komen. Kijk. Dus daar zijn we echt de hele ochtend al mee bezig. We zijn om 11:00 of zo begonnen. We hebben lekker donuts gevreten. En nu heb ik voor mijn zusje een broodje carpaccio gemaakt en voor mezelf broodje salami met truffel mayo. Daar komt de clown aan. Ik heb rode worst. Ja, doe maar proeven. Dan ga je het ook niet lekker vinden, denk ik. Maar goed, ik en mijn zusje kunnen echt niet wachten tot papa en mama thuis zijn. Want we hebben ze echt super erg gemist. En, wat zit erop? En ik ga mezelf daar ook een beetje fascineren, want ik heb echt precies nog niks aan mezelf gedaan. Daar zit gewoon rode worst op. Hey. Ja, rode worst. Wil je proeven of niet? Niet eraf halen, schatje. Wat zit erop? Rode worst. Dat is boter. Boter. Wat? Boter. Hij lust geen saus, dus hij zegt dat boter is. Check, is het weer hier te schooieren? Ja. Lieve schatten, jij. Kom paasje dadelijk thuis. Ja, je hoort en ziet toch niks meer, ouwe reus. En daar hebben we Jim. Dan nog even wat was. Je had het buiten gehangen. Maar het begon te regenen. Wil je een hapje of niet, schatje? Kom maar pakken. Ik hoef die erin tapt. Papa lekker broodje gehaald, hè? Ja. Ik heb mezelf een beetje gefatsoeneerd, als het verder gaat. Mijn zusje gaat ook nog een beetje mijn haar doen, want ik heb vanavond de grote party van Q Music. Maar even mijn make-upje opgedaan. Kleine muis is hier lekker aan het slapen. Nee, ik ben niet aan het slapen. Net lekker een flesje gedronken bij Tanti. Ja, kom opa en oma zo thuis, hè. Wat gezellig. Ja. Tutje erin. Maar goed, het is nu wachten op mijn ouders. Ze waren al wel geland. Ze waren ook al naar de auto toe. Dus ik denk dat ze hier rond... Hoe laat is het nu? Even kijken. Het is nu 4:30. 4:30 of zo, Roos, denk ik. 4:45. Dat ze hier zo zijn. Het is weer zaterdagochtend. Vanmiddag zelfs al. We hebben even een cadeautje voor mijn vader gekocht. En Jim wilde graag een visje eten in de stad. Dat wilde hij zo graag. Hij heeft al hier gezeten. Hij heeft overal al rondgerend. Maar we zijn nu al een kwartier verder en hij begint nu pas te eten. Kom al op. En voor de rest... Heb jij twee vorkjes? Ja. Lekker hoor.
proberen. Goedemorgen, deze zondagmorgen. Nou. Nou, vlogcamera weer vergeten. Maar kijk hier even. Trotse oma. Oma is getranspireerd. Getranspireerd. Getransformeerd. Een hele donkere blonde vrouw. Nou, deze is wel. Helemaal zwart. Lach eens. Kijk die tanden. Geef licht. Die ogen superblauw. Dolle. Er zit een auto. Oh. En ik ga het vlog weer een beetje oppakken. Want ik heb dat echt de laatste dagen bijna niet gedaan. Ik was net even de vlog van vorige week in elkaar aan het monteren. Want dat lukte bij mijn ouders niet. Omdat we daar gewoon slecht internet hadden. Dus die ga ik proberen vanavond of morgen online te krijgen. Die is al bijna af. En ik zag dat ik deze week bijna geen beeldmateriaal had. Dus daar ben ik nu terug mee bezig. Ik ga het gewoon helemaal oppakken. En gezellig maken. Wij zijn onderweg naar Utrecht. Want de jongens hebben modderweek op school. En ik heb niet echt oude kleren voor hun. Dus ik dacht, nou dat schiet wel gelijk een Flemster Primark. Dan haal ik daar even wat goedkoop shirtjes die ze deze week aan kunnen. Dan heb je altijd shirts voor 1,50 of 3 euro of zo. Dan kunnen die daar nou ook gewoon gelijk weer weg. Dus let's go to Utrecht! Ja. Ik hoef dit niet, schat. Even handen wassen naar het donut. Met vies water. Raf, 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 dat niet doen. Jin? Goedemorgen jongens. Het is alweer dinsdag. Ik hoop dat ik een beetje scherp ben. Want ik kreeg dus van Robin commentaar. Die heeft gisteren mijn vlog zitten kijken. Ik wist niet dat hij ze keek. Maar dat mijn vlogs gewoon echt heel onscherp zijn. En dat ik mijn camera een beetje schoon moest maken. Dus ik heb net even die lens helemaal gepoetst. Maar ik vind nog steeds dat hij niet echt scherp oogt ofzo. Ik ga hem nog niet poetsen. De jurk eroverheen zo. Ik heb hem net ook al een beetje zo gedaan. Maar nu is hij denk ik wel iets beter. En als het echt slecht beeld is, dan kan het natuurlijk komen dat ik een keertje met mijn telefoon film. Maar met deze camera moet het gewoon goed zijn. Het is een hartstikke dure camera. Maar goed, het is dinsdag. Ik ben aan het werk en ik ga even een cadeautje halen voor collega's. Want wij gaan donderdag lekker uit eten met hun. En dat is hun afscheidetentje. Hun zijn begin deze maand gestopt met werken bij Comax. En als afsluiter wilden we nog met de collega's lekker gaan wokken. Dus dan gaan we donderdag doen. Dus nu hebben we even wat geld bij elkaar gelegd. Dan ga ik even cadeautjes scoren. Ik heb gisteren trouwens, die wilden we al vet lang, zo'n gimbal gekocht voor onze telefoon. Dan kun je dus filmen en dan houdt hij zeg maar het beeld gewoon helemaal strak. Maar wij dachten, we klikken onze telefoon erin en we kunnen gewoon strak filmen. Maar het schijnt dus een hele instructie achter te zitten. Dat je dus echt moet leren omgaan hoe dat dan werkt. Het is kei druk in de stad, man. Oh, ik zeg balen. Het is natuurlijk markt. Maar goed, dan rijd ik wel eens een rondje of ik loop wel wat verder. Oh, sorry, maar ADHD was dat. Dus dat. Robin is, heeft gisteravond YouTube filmpjes gekeken. En ik ook, om te kijken hoe zo'n ding dan precies werkt. En dan moeten we er wel uitkomen. Vakantie of zo lekker gaan oefenen. Maar wat wil ik nog zeggen? Oeh, hier is een plekje. En er gaat tot nu toe niemand. Oh, grapje. Dat is echt weer zo'n fopplekje. Dat is een 45 kilometer waagje. Ik ga even naar de stad. Het is 10:30. Dan ga ik weer terug naar kantoor. Ik moet nog even langs de Gal en Gal van een bierpakketje. En dan ga ik naar huis, de kindjes halen. Gaat hier een auto weg of gaat hij parkeren? En dan moet ik vanavond even met de jongens naar de kapper. Ik ga nou naar de kapper in het dorp. Want we gingen hier altijd in de stad naar de kapper met de jongens. Maar daar betaalde ik dus 23,50 euro voor een knipbeurt. Ja, het is echt van de zotte.
En bij de kapper in ons dorp betaal je dus 9,50 euro. En omdat ik de jongens vaak om de 5, 6 weken dan naar de kapper wil hebben, dacht ik, ik probeer het gewoon bij de kapper bij ons in het dorp, want dat scheelt me de helft. Want elke keer 50 euro neertikken voor een beetje, kom maar. Voor een beetje netjes bijwerken vind ik ook een beetje van de zotte. Dus dat. Ik ga een parkeerplek zoeken, jongens. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren, want het is echt mega leuk. Blijf maar niet naar achter, schatje, met je hoofd. Als je het in je dek daar, dat. Goed zo! Is het lekker? Is het lekker of niet? Ja. Is het lekker warm? Ja. En jij? Mag jij ook zo? Oh, blijf maar naar achteren liggen. Even blijven liggen, schatje. Charming beeld, jongens. Ik heb net mijn make-up eraf gehaald. Robin heeft van die neusstrips gekocht. Wacht. Hij heeft dus dit gekocht en ik heb net mijn make-up eraf staan halen. Ik loop in mijn blote tetten, dus daarom was mijn hoofd zo in beeld. Nu dacht ik, hey, dat wil ik ook eens proberen. Dus nu zijn we kei romantisch dit aan het proberen. We hebben het gekocht bij de Ethos. En volgens mij was het 3 euro of zo. Oh, 2,50. Maar ik wil het al vet lang proberen. Ik hoop gewoon ook echt dat het mijn resultaat zo is. Want ik heb altijd wel echt B-eters op mijn neus. Ik ben heel benieuwd. Kijk, ik stel te winnen. En de batterij is leeg. Ik heb trouwens net even naar Kevin een berichtje gedaan. Want mijn camera stelt nooit scherp. En ik dacht misschien... doe ik iets verkeerd. Ik ga even mijn dingen in de oplader steken. Hoi. En dan zie ik jullie morgen weer. Joe. Goedemorgen, jongens. Het is weer de volgende dag. Die neusstrip heeft niet echt zijn werk gedaan. Er zaten wel wat witte puntjes op, maar kan altijd beter. Ik kom trouwens echt zo uit mijn bed gerold. Ik heb nog precies niks aan mezelf gedaan. Maar ik dacht, ik ga jullie even laten zien wat ik aan het doen ben. Echt zo dom weer. Kijk. Dit is dus een flesje anti-klit shampoo. Ik haat mezelf zo soms, jongens. En mijn collega die had dus echt zo'n hele grote fles zonnebrand besteld. Speciaal voor kinderen. En daar zit dan helemaal niks in. Geen parfum. Geen giftige stoffen. Bladibladibla. Waar je nou allemaal slechte dingen over hoort. Dus toen zei het van, wil je ook? Want ik heb nou... zoveel liter. Ik kan wel wat missen. Dus dat hebben we in zo'n zakje gedaan. Dus ik dacht, nou, dan knip ik hier een gaatje in het hoekje. En dan giet ik het in het lege anti-klitflesje. Maar je raadt het al, hoe het er hier nu uitziet. Ravage. Ik heb dat gaatje dus te groot, dat hoekje te groot geknipt. Dus als ik die nu zeg maar in die fles steek... dan gaat het niet goed. Maar ik ga het nog één keer proberen. Ik heb hier net al alles met een lepel van de aardig afgeschraapt. Ik ga het nu nog één keer proberen. En anders dan weet ik het ook niet meer. Ook een beetje zwaai. Het is echt heel irritant. Oké. Het is echt zo vies. Ja, het is wel oké gelukt. Dat is wel wat in. Ben jij liefjes? Wat? Zit er een pleister op jouw tractor? Ik kom zo kijken, schat. Mama is bijna klaar. Ja. Ja, dat is zonnebrand hoor. Wat? Wat is hier gedaan? Mama, nou, hij is wel leeg zo. Niet aankomen, schat. Hier, de fles moet ik nog afspoelen. Kom maar, als ik zelf ook lekker even insmeren hier. Ja? Ik had jullie al ingesmeerd, hè? Wat is dit? Ja, een lepel. Daar heeft me net de zonnebrand mee van het aardig afgeschraapt. Maar, noem maar niet, schatje. Ik wil een beetje zonnebrand. Wat moet je daarmee? Ik heb je al ingesmeerd, toch?
Wat heb je trouwens nou weer met je haar gedaan? Ik heb net jouw haar gedaan, maar nu zit het toch helemaal gek. Maar goed jongens, ik ga deze vlog afsluiten, want ik ga gelijk een nieuwe opstarten voor volgende week. Wat ben je nou aan het doen? Zeg maar doei doei! Doei! Dankjewel voor het kijken! Dankjewel voor het kijken! En tot de volgende keer! Tot de volgende keer!